Welkom bij Kleurrijk Koken. In dit programma gaan we koken met Nijmegenaren met een migratieachtergrond. We gaan luisteren naar het verhaal achter het gerecht, de kookcultuur en het persoonlijke verhaal van onze gast. Ook leren we hoe we met seizoen en streekproducten en voedzame en vooral lekkere maaltijd klaarmaken. Vandaag hebben we twee gasten, de gezusters Fatima en Sadia Ashfour, Nijmeegse Marokkanen. Ik ben Fatima Ashfour El Ans. Ik heb 3 kinderen. Ik ben getrouwd, dus we zijn een gezin. We wonen in Nijmegen. Ik ben ook geboren in Nijmegen. Ik ben Sadia. Ik ben de zusje van Fatima. Ik ben geboren in Nijmegen en ik woon nog steeds in Nijmegen. Maar mijn ouders komen uit Marokko. Fatima, wat gaan we vandaag maken? We gaan vandaag Marokkaanse harira maken. Oké, harira. Ja. En dat is een soort soep? Ja, dat is een gevulde soep. Die wordt het meest gebruikt in de Ramadan. En op het moment dat je de hele dag vast, dan beginnen ze vaak met de harira. En dan heb je goede voedingsstoffen binnen. Wat gaan we als eerste doen? Nou, ik doe het altijd heel snel. Ja? Ik doe gewoon alles in de blender. Serieus? Ja. Op zijn moderne manier. Ja, hier zitten ongeveer 4 uien. 4 uitjes, oké. Okay. Ja. Ik kan ook kiezen voor rode ui. Ja? Ligt er maar net aan wat je thuis hebt. Ja. De meeste ingrediënten haal ik gewoon bij Heeseveld. Gewoon een kleine winkeltjes. Oh, ja, goed te boeren of bij de. Ja. Okay. Ieder heeft toch wel net iets anders voor ze toe, waardoor de smaak weer anders is. Heb je deze ook een avond van tevoren in het water gezet? Ja, klopt. Dat het extra zacht wordt, hè? Kikkererwten. En wat is zo kenmerkend voor het Marokkaanse keuken, zeg maar? Wordt er veel vlees gegeten of veel groenten of veel linzen? Eigenlijk heel veel pulvruchten. Pulvruchten, oké. Ja, maar ook heel veel groentes. Ja. Het verschil wat we in de Marokkaanse cultuur hebben, denk ik, is het gezamenlijk eten aan één bord. Met z'n allen. Ik heb er wel eens van gehoord dat het belangrijk is om als gezin samen uit één bord te eten. Dan blijf je langer bij elkaar. En de band is dan ook wordt er veel sterker door. Mijn ouders zijn allebei geboren in Marokko. Ja. Mijn vader in het zuiden en mijn moeder in het noorden. Hoe hebben ze elkaar leren kennen dan van noorden en zuiden? Want het is best een hartstikke land. Oh, die hebben elkaar in Nederland leren kennen. Ja. Dat is wel grappig. Ja. In Nijmegen. In Nijmegen. Zo goed? Ja. Dan doe ik even kruiden erbij. Oké. Okay. De kruiden doe je nu erbij, dus nadat je de groente al erin hebt. Ja, een beetje gaan we erbij. En wij eten ook heel vaak met handen. Knoeien is niet erg. Ja. Okay. Peper nog erin. Oké. Okay. Oh, dit is safraan, hè? Dat is safraan, ja. Safraan, oké. Okay. Je gooit er niet zo heel veel in, echt nee, maar een paar. Nee, gewoon een heel klein beetje, ja. Oké. Okay. Safraan is een specerij die gewonnen wordt uit de safraankrokus. Het wordt veel gebruikt in de Oosterse en Arabische keuken. Het is de duurste specerij ter wereld. Dat is voornamelijk omdat de productie ervan ongelooflijk arbeidsintensief is. Dankzij de crocine die in de safraan zit, is het zowel een antidepressivum als een goede antioxidant. Je kookt ook elke dag Marokkaans? Nee, ik kook ook gewoon pasta of maakt echt niet uit. Ja, stamppot vinden ze ook geweldig. Echt waar, stamppot? Ja, stamppot. Ik weet niet of het echt... Maar wel op zijn Marokkaans dan? Ja, op zijn Marokkaans. Gewoon verschillende soorten groenten bij elkaar. Okay. Nou, dan stop ik de kikkererwten erin. Ja. De linzen. Even bij elkaar. Een beetje roeren. Ja. Ik moet wel zeggen, als ik in Nederland ben, dan voel ik me hier ook wel thuis. Ja. Soms ook weer niet hoor, maar vaak wel. Vaak wel, ja. Ja, de structuur, daar hou ik ook wel van. En je bent natuurlijk hier regels. En dus maar in Marokko vind ik die vrijheid ook weer heel fijn. Ja. Maar als het te lang duurt, langer dan een maand, dan denk ik wel weer terug. Dan begin je heimwee te krijgen in Nederland. Ja, okay, ja. Dat hoor ik wel eens vaker, ja. En hoe vaak kom je nog in Marokko? Nu 1 keer per jaar. 1 keer per jaar? Op dit moment ben ik bezig als ZZP'er. Ik heb probeer een start te maken. Want ik heb altijd in een kinderdagverblijf gewerkt. Bezo. Dat is ook heel fanatiek en zwaar werk. En met mijn eigen gezin is dat moeilijk te combineren, dat werk. Hij moet koken waarschijnlijk, hè? Ja, als er vlees is, dan totdat de vleesgaren. Maar omdat we nu geen vlees hebben gekozen. Totdat hij. Ja, ik moet zeggen, de kikkererwten en de linzen en de bonen in Nederland.
die duren niet zo lang. Die zijn vrij snel... Die zijn zachter. Ja. Oké, wat ga je nu doen, Fatima? Ik ga de peterselie en koriander, die moet je echt goed wassen. Ja. En dan ga ik die in stukjes snijden. Oké. Okay. Hey, Fatima, hoe heb je je man leren kennen? Ik had een bijbaantje. Ja. Dat was een periode dat ik niet zo zin had in school. Dus, Nee. Okay. Dus ik was daar heel veel. Ja. Ik kon ook lekker veel werken. Dan had ik hem ontmoet. Hij komt ook uit Nijmegen? Nee, hij komt uit Marokko. Op dit moment heb ik geen werk. Ben ik heel veel vrijwilligerswerk aan het doen. Tegenwoordig noemen ze dat netwerken. Ik heb SPW gedaan. Ik heb 19 jaar lang met kinderen gewerkt. Ja. Wordt er veel gebruik gemaakt van koriander in Marokko? Heel veel, ja. Ja. In alle gerechten bijna. Ja? Ja. En iedereen lust het wel? Ja. Nou, ik stop een heel klein beetje hiervan, de helft ongeveer. Niet alles? Nee, die laat ik tot op het einde. Vele keukentradities komen samen in de Marokkaanse keuken. Zoals de Berbers, Moren, Arabische, maar ook die van Mediterraanse keuken. Zoals die van Andalusië. Harira is van Bedouïnse oorsprong. Het ziet er meteen ook anders uit, Harira. Ja, hè? Ja. Heeft meer al meer kleuren. Okay. We gaan de tomatenpuree nu erin doen. Oké. Okay. Ongeveer de helft. Je mag het ook zelf doen. De soep is dus je hebt hem al een tijdje laten koken totdat de kikkererwten en de linzen allemaal en zo zacht zijn. Ja, ja. Okay. En hij wordt nu roder. Doeg? Ja, er mag wel meer, de helft ongeveer daarvan. Ik doe nou de rest van de peterselie en koriander erin. Oké. Okay. Je maakt hem nou iets dikker met meel? Als bindmiddel, zeg maar. Oké. Okay. Dus eerst een beetje meel en dan geleidelijk... Oké, je gooit het meel niet daar gelijk erin? Nee. Okay. Je moet even goed roeren, zodat het niet gaat klonteren. En dan moet je blijven roeren, want hij wordt steeds dikker. Nu gaat de vermicelli erin. Dan moet je wel blijven roeren. Oké. Okay. De vermicelli gaat hij ook naar onderen en plakken. Ja. En? Ja, ik vind hem goed. Qua smaak. Wil je zelf ook nog proeven? Ja, kom maar. Ja, moet er nog meer zout bij? Nee, wat mij betreft niet. Nee. We moeten echt niet vergeten om dit soort gerechten te blijven geven aan onze kinderen. Want ze zijn echt heel voedzaam, gezond. Voor mijn kinderen die vinden harira lekker, die vinden de linzensoep lekker. Tagine, ja, dat soort dingen vinden ze echt geweldig. Maar als ik dat steeds minder ga doen, dan vervaagt het en dan krijgen ze het misschien alleen maar op vakantie. Ja, dat vind ik zonde. We gaan Marokkaanse muntthee maken. We hebben hier munt, heet water, geen koud water, maar heet water, groene Chinese korrels en rietsuiker, eetlepel, anderhalf, zoiets. Gebruik ik. Je moet ook echt altijd opletten hoe groot je theepot is en hoe sterk je hem wilt, want dit kan heel bitter worden. Ik doe ze op de Berberse manier. Ja, ik merk het. Je hebt een hele donkere thee. Dat wordt heel vaak in het zuiden van Marokko gedronken. Hoe verder je naar het noorden gaat, hoe lichter het wordt. Ja. Wat je dan kan doen, is de suiker bij toevoegen. Ik weet dat suikers gewoon als slecht worden gezien, wat begrijpelijk is. Maar vroeger gebruikten ze eigenlijk alleen dat enige moment dat ze thee dronken, witte suiker. Wat ik nu doe is, ik heb suiker erbij gedaan, heet water gaat erin. We gaan het weer koken. Pas op dat je hem niet te lang laat koken, want dan kan die overstromen. En waarom ik dus nu geen munt bij doe, is want je gaat hem nog even tussendoor koken. Munt kan dan ook aanbranden, dan heb je geen lekkere smaak aan de munt. Die voeg je dus echt helemaal aan het einde toe. Op het moment dat het heel warm is in Marokko of andere plekken, dan is zo'n klein glasje muntthee heel goed tegen de hitte. Want door dat glasje gaat je temperatuur zeggen van ik moet afkoelen. Even wat draaien. Waarom ik dit doe, is de smaken komen dan beter vrij. Ja. Die stop je erbij in. Op dit moment ruik je ook echt zo sterk die munt. Echt lekker.
Meestal doen mensen hem roeren, zou ik niet doen. Want wat we nu gaan doen is, we gieten hem in een bekertje. Een paar keer halen. Zodat de suiker een beetje... En de munt ook weer... Ja. Zichzelf gaan vermengen. Laten we goedkeuren. Ja, hij is goedgekeurd. Oké, top. Wil je zelf het gerecht maken? Op de Facebookpagina van Kleurrijk Groen kun je het hele recept en de kookinstructies teruglezen. We vinden het leuk om te horen wat je ervaringen zijn. Deel het met ons op de Facebookpagina. Tot de volgende keer.